In deze HDO klusvideo laten we je stap voor stap zien hoe je gipsplaten monteert. Laat je zien wat je nodig hebt om aan de slag te gaan, hoe je dampwerende folie spant, de eerste gipsplaat monteert, gipsplaten stapelt en snijdt, hoeken uitmeet en uitsparingen maakt voor bijvoorbeeld stopcontacten. Voor het plaatsen van de gipsplaten heeft u het volgende nodig. Een nietmachine, een Stanley mes, een rolmaat, een zwaaihaak, een potlood, een boormachine met een gatzaag met een diameter van 76 mm en een waterpas. Dampwerende folie spannen. De eerste stap is het spannen van dampwerende folie tegen de isolatie aan. Deze folie komt direct achter de gipsplaten en zorgt voor extra bescherming tegen condensvorming, zodat eventueel vocht geen vochtplekken veroorzaakt op de gipsplaten. Dampwerende folie wordt alleen gebruikt op de buitenwanden. Begin met het spannen van een laag folie van boven naar onder en vervolgens een laag van beneden naar boven over de eerste laag heen. Niet de tweede laag folie op de eerste laag vast, zo zal eventueel vocht nooit naar binnen kunnen komen. Monteren van de eerste gipsplaat. Zorg ervoor dat de eerste gipsplaat volledig waterpas wordt gemonteerd. Zo zorg je ervoor dat je bovenaan goed uitkomt. Let op, de letters op de gipsplaten plaats je altijd aan de achterzijde. Opstapelen van de gipsplaten. Nu de eerste gipsplaat op zijn plek zit, kunnen de volgende platen hier horizontaal bovenop worden gestapeld. Stapel altijd van onder naar boven en plaats de gipsplaten horizontaal op de verticale balken. Zorg ervoor dat de verticale naden van de gipsplaten minimaal 50 cm bij elkaar vandaan zitten. Zo creëer je meer stevigheid en voorkom je later scheuren in de stuk of de verf. Gipsplaten snijden. Niet elke plaat kan in zijn geheel tegen de wand. Sommige platen zullen op maat gesneden moeten worden. Leg de gipsplaat plat op de grond of op de stapel gipsplaten. Neem een recht voorwerp, bijvoorbeeld een tengel of een waterpas die langer is dan de gipsplaat, en een Stanley mes om recht te kunnen snijden. Plaats de tengel in de gewenste positie op de gipsplaat en druk deze stevig aan. Snij vervolgens 3 keer met gelijkmatige druk met het Stanley mes langs de tengel. Draai de gipsplaat vervolgens om en breek het gesneden stuk voorzichtig om. Snij nu het papier los met het Stanley mes. Ga tijdens het snijden van de gipsplaat op een veilige manier naast de gipsplaat staan, zodat je jezelf niet verwondt. Schuine wanden. In geval van schuine wanden zul je gipsplaten op maat moeten snijden. Neem hiervoor de zwaaihaak en schuif deze op de plek waar de gipsplaat moet komen. Draai de zwaaihaak vast als deze precies tegen de vloer en de wand aan zit. Zo bepaal je de exacte hoek. Leg de zwaaihaak vervolgens op de gipsplaat en teken de snijlijn netjes af en vervolgens snij je de gipsplaat op maat. Een uitsparing voor een stopcontact maken. Om een uitsparing te maken voor bijvoorbeeld een stopcontact, meet je zorgvuldig uit hoe ver het stopcontact uit de wand zit. Meet zowel hoe ver het meest linker- en rechterpunt van het stopcontact zit. Vervolgens meet je vanuit de vloer hoe ver de onder- en bovenkant van het stopcontact zit. Bepaal vervolgens het middelpunt van het stopcontact, of zoals in dit voorbeeld de 2 middelpunten van het dubbele stopcontact. Markeer de middelpunten met een hartje, zodat je zeker weet welk punt het midden is. En teken dit allemaal uit op de te plaatsen gipsplaat. Neem nu de boormachine met een gatzaag van 76 mm en plaats de boor precies op de uitgemeten middelpunten, de hartjes dus. Houd de gipsplaat goed vast en boor de gaten rustig uit. Vervolgens plaats je de gipsplaat met uitsparing tegen de wand. Maar let wel op, schroef de gipsplaat nooit boven of onder de uitsparing vast. Daar zitten vaak leidingen. Dit was HDO Klusvideo met het monteren van gipsplaten. Heb je toch nog vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op www.haarlemdakopbouw.nl.